Het afstappen van doorstroming binnen het onderwijssysteem is ook niet de oplossing voor een gunstiger studietraject. Dit zegt NPS-parlementariër Patricia Etnel in een gesprek met de Nieuwsdienst. Ze reageert op het recent besluit van onderwijsminister Henry Ory om af te zien van doorstroming op basis- en VOIE-scholen. De volksvertegenwoordiger stelt dat het ministerie van Onderwijs moet werken aan een systeem waarbij leerlingen in de schoolbanken blijven. We weten dat op de glooscholen het namelijk zo is, teruggaan naar de oude methode betekent dat de kinderen wegens leeftijd over zullen moeten gaan. Dat wil zeggen, als je dat kind op een gegeven ogenblik houdt op de glooschool en wegens leeftijd over laat gaan, laat je hem ook doorstromen. Want op een gegeven ogenblik weet je dat dat kind zijn of haar best niet echt doet. Dus wat ga je doen op een gegeven ogenblik? Je gaat dat kind gewoon door laten gaan tot naar de zesde klas. Wegens leeftijd over laten gaan. En daarna dat kind sturen naar ETO en ENO. De vraag is, heb je dan werkelijk het doorstromingsprobleem opgelost? Het antwoord is nee. Wat had je moeten doen? Je had moeten kijken naar, luister, wat wil je doen, zodat de kinderen hun best doen en dat de kinderen op school blijven. We hebben problemen met het leesonderwijs en dat begint in de kleuter A of leerjaar 1 en 2. Etnel geeft verder aan dat extra incentives geboden zouden moeten worden om kinderen te begeleiden. Ze vindt dat bij de leerjaren 3, 4 en 5... de doorstroming niet mogelijk zou moeten zijn, omdat daar de basis wordt gelegd. Een kind dat niet kan lezen en ook niet kan schrijven, kan niet naar de volgende leerjaar. Maar nadat het kind de derde klas heeft doorlopen en naar de vierde klas gaat, oftewel leerjaar 4 of ja, leerjaar 5, dan is de vraag, waarom zou je nog vanuit de mening moeten gaan dat dat kind moet blijven zitten? Wat is het doel? Want als dat kind eenmaal zijn of haar best doet, dan gaat dat kind normaliter overgaan. Dus de vraag die we ons moeten stellen is, willen we teruggaan naar drop-outs? Want dat gaat het creëren. Kinderen die dan blijven zitten, die worden dan afgeschreven. En sowieso, zulke kinderen, waar komen ze terecht? Ze komen niet goed terecht. We gaan blijven op het niveau van ja, 4% van onze samenleving heeft de top bereikt qua hoger kader. De rest niet. Hoe willen we dat probleem oplossen? Ik denk dat de minister zich goed moet beraden over het systeem. De volksvertegenwoordiger gelooft dat de combinatie van het nieuwe en oud systeem mogelijk is om de kinderen in de schoolbanken te houden. Ze ziet de huidige minister dat niet doen, maar dat de toekomstige beleidsmakers zich daarvoor wel warm moeten maken.